Oh, wat bijzonder, Omi. We zijn allemaal reuze trots op je. Och, ik ben echt niet als enige bij de burgemeester uitgenodigd, hoor, lieverd. Maar jij bent wel het belangrijkste, Omi. Och, helemaal niet zo. Er is nou eenmaal niemand die hier al langer woont dan jij. Daarom ben je uitgenodigd. Maar een paar van mijn vriendinnen komen ook. Alle gasten hebben vast mooie nieuwe kleren gekocht voor zo'n bijzonder bezoek. Mijn blauwe jurk en mijn hoed met de veren zijn prima genoeg. Die hoed is al best wel versleten. Koop toch fijn een nieuwe, Omi. Je wilt er toch goed uitzien? Ga lekker mee shoppen. Kom op. Koop een nieuwe hoed, Omi. Koop een nieuwe hoed. Och, nou als jullie het zeggen, dan... Moet je mijn houten vliegtuig zien? Wee! Oh nee. Kijken of mijn papieren vliegtuigje langer vliegt. Wee! Dat was ook niet heel erg goed. Ze kwamen allebei niet zo ver. Maar de mijne kwam een klein stukje verder. Wat voor soort vliegtuig zou wel langer vliegen? Oh, je zou veren kunnen proberen. Hallo, Pok. Als het werkt bij vogels, zal het wel goed zijn. Er liggen hier vast wel veren. Ik kijk tussen de struiken. Ik ga bij mij thuis veren zoeken. Ik ook. Heb je een hoed gekocht, Omi? Och, zeker, lieverd. Een prachtige nieuwe hoed. Die oude veerhoed, die heb ik niet meer nodig. Dat is over. Aha, Omi's oude hoed. Die heeft ze helemaal niet meer nodig, zei ze. Mooi zo. Ik heb maar een paar veren. Ik kon geen veren vinden, maar ik heb wel dit grote blad gevonden. Dat was echt stom. Geef niks hoor. Ik heb er genoeg voor ons drieën. Tada! Ik heb echt heel veel veren gevonden. Wauw! Genoeg voor wel 20 vliegtuigen. Snel de lucht in. Als je de veren goed afstelt, zal hij het mooiste opstijgen. Is het zo goed, opa? Haha, perfect, Sue. En mijne? Oeh, goed gedaan, Elsie. Klaar. Uitstekend. Laten we ze uitproberen. Ja! 1, 2, 3. Gooien! Wauw! De mijne gaat het snelst. Woehoe! Wat? Wat is daarmee gebeurd? Ik heb geen idee. Ik heb hem hier op mijn kamer gelegd toen we thuis kwamen. Ik kan niet bij de burgemeester aankomen met een hoed zonder veren. Maar je moet gaan, Omi. Je hebt je oude hoed toch nog? Oh, je had echt gelijk, hoor. Vergeleken met deze nieuwe is die versleten. Zullen we nog even langs de winkel gaan? Geen tijd. En weet je, ik vond er verder geen één zo mooi als die ik gekocht heb. En je had er nog wel zo naar uitgekeken. Laten we het maar vergeten, lieverd. 1, 2, 3, gooien!
Beetje zachter. Waarom dan, opa? Omi is verdrietig. Maar toen ze ging winkelen, was er toch niks aan de hand? Maar als ik oma moet geloven, is dat nu echt wel anders. Omi? Dag, lieverd. Gaat het wel? Ja, dank je, Sue. Moet je je niet omkleden voor het feestje? Nou, ik ga niet. Waarom niet? Omi is erg van streek, Sue. Ik wilde dus graag mijn nieuwe hoed op, maar ik moet je zien. Hiermee ga ik niet. Oh, nee! Opa! Opa! Oh, Sue! Ik heb iets vreselijks gedaan. Wat is er dan, jongen? Ik heb de veren van Omi de nieuwe hoed geplukt. Voor onze vliegtuigen. Het was per ongeluk. Ik dacht dat dat haar oude was. Die had ze niet meer nodig, zei ze. Ik wist niet dat dit haar nieuwe was. Er zitten gelukkig nog wel een paar veertjes op. Maar niet genoeg. En met deze hoed gaat Omi vanavond echt niet naar de burgemeester. Oh nee. En daar heeft ze toch zo naar uitgekeken. Omi moet gaan, opa. Ze moet er absoluut naartoe. Maar weet je, waarom maken we geen nieuwe hoed? Dan met veren en met bloemen. Bloemen? Natuurlijk, ze zijn mooi en er is keus genoeg. Rood, wit en roze. Pas het bij elkaar, Elsie. Prima, Sue. Bedankt, Pok. Pas op met die rozen, Sue. Die kunnen prikken. Neem nog zo'n madeliefje. Goed idee, Zack. En nog een paar lilies. Voor aan de rand. Die ruiken echt heerlijk. Hoe vind je hem zo, opa? Schitterend. Misschien een grote lelie bovenop. Dit wordt echt de mooiste hoed van de hele wereld. Wauw. Ja, wat je je moet. Omi, Sue wil je iets vertellen. Wat, lieverd? Ik heb de veren van je hoed gepakt. Jij? Waarom? Het was een vergissing. Ik dacht dat je hem niet meer hoefde. Dus ik heb er vliegtuigjes van gemaakt. Het was netjes geweest als je dat eerst gevraagd had, Sue. Het spijt me echt, Omi. Sue heeft een nieuwe gemaakt. Hopelijk vind je hem mooi. Oh, maar die is prachtig. Oh, echt 100 keer mooier dan die ik vanochtend heb gekocht. Oh, zo kan ik wel naar de burgemeester. Oh, dank je, Sue. Zij hebben me geholpen. Oh, bedankt, Elsie en Zack. Oh, jullie hebben me echt reuze blij gemaakt. Veel plezier, Omi. Oh, vast. Tot vanavond. Dag! Oeps. Ze ziet er prachtig uit. Schitterend. Oogverblindend. Als een filmster. En ze rookt ook nog lekker.
Was het leuk op school, jongens? Ja, ja zeker, mevrouw Zolly. Ik kan ook springen, hoor. Kijk maar. Zeg, niet rennen op het zebrapad. Zeg, gaat het wel? Nee, ik ben gestruikeld. Over de stoeprand. Auw. Och, lieverd. Je viel echt heel erg hard, Zek. Ja. Laat mij maar even. Waar doet het zeer? Hier. Ik bedoel, hier. Dit been. Als je niet weet welk been, valt het best mee. Oeh. Even recht houden, Zek. En dan kun je zo weer lopen. Bedankt, mevrouw Zolly. Het doet nu al minder pijn. En mevrouw Zolly kon het echt heel goed. Ja, hoe ze Zek's enkel in het verband deed. En nu doet het helemaal geen pijn meer. Nou, gelukkig dan maar dat mevrouw Zolly er was. Een echte EHBO'er. Wat is een EHBO'er, meneer Zoe? Een EHBO'er helpt je als je je pijn hebt gedaan. Dus bij een snee of als je je gestoten hebt. Nou, jullie hebben goed voor Zek gezorgd. Jullie lijken zelf ook wel echte EHBO'ers. Hé, ja! Zeker. Als ik groot ben, wil ik EHBO'er worden. Net als mevrouw Zolly. Wat een goed idee, Zoe. Voorzichtig met die cakejes, oma. Die oven is heet. Ik wil niet dat je jezelf verbrandt. Maar als dat toch gebeurt, is het fijn om te weten dat we een EHBO'er in huis hebben. Maar elke EHBO'er heeft zijn eigen tas. Oh, maar die heb ik niet. Dat duurt niet lang meer. Ik heb boven een tas die daar helemaal geschikt voor is. En volgens mij heb ik wel de spullen die erin horen. Super! Kijk, en ik heb er een rood kruis op gezet. Dan zien mensen dat het een echte EHBO-tas is. Wauw, bedankt oma. En kijk, hier is Sue, een rol verband, wat pleisters en wat watten. Alsjeblieft, Bizou. Dank je, mam. Mam, oma, voelen jullie je wel goed? Oh ja, volgens mij wel hoor, Sue. Gelukkig. Wij als EHBO'ers letten echt altijd op iedereen. Kom mee, Pop. Dan gaan we mijn eerste patiënt zoeken. Opa! Oh, hallo, Zoe. Hallo, opa. Hoe voel je je vandaag? Helemaal prima, dankjewel, Zoe. Kerngezond. Oh. Oeh. Dat is fijn. Hé, zeg, wat heb je daar? Mijn EHBO-tas, opa. Ik ben EHBO'er. Ah, nu begrijp ik waarom je wilde weten hoe ik me voel. Ja. Nou, nu je er toch over begint. Ik heb wel zojuist mijn been gestoten toen ik deze stoel repareerde. Gaaf. Oh, ik bedoel, nee, dat is heel erg. Ga maar even zitten. Zeg. Laat maar eens even kijken. Doet het zich als ik dit doe? Au, ja, daar zit het precies. Ik denk dat daar verband omheen moet. Volgens mij heb je nog een patiënt, Zoe. Volgens mij mankeert hij niks, opa. Gelukkig. Dan kun je mijn zielige oude benen in het verband wikkelen. Niet bewegen, opa. Even recht houden en dan loop je zo weer. Hupsakee. En mijn been moet rust hebben. Dank je, Zoe. Zo, op naar de volgende patiënt. Auw. Daar roept iemand om Zoe, de EHBO'er. Ta-toe, 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 ta-toe.
tatoe, tatoe, tatoe. Pap, gaat het? Oh ja, het is maar een sneetje. Van een scherp randje aan mijn koffer. Het is niks ernstigs, hoor. Laat mij maar even kijken. Ik ben EHBO'er. Oh, fijn. Dan ben ik in goede handen. Echt wel? Daar moet de pleister op. Als ik me snij, plakt mama er altijd zo eentje op. Oh, alleen zit ik nu. Oh, die pleister plakt nou. Oh, ga los. Oeps, ik ga wel een nieuwe. Zo. Dank je, Zoe. De pijn is helemaal weg. Oh, ik moet er vandoor. Anders mis ik straks een vergadering. Ik zie je straks. En ik moet patiënten zoeken. En, kan Zoe de EHBO'er je ergens mee helpen, Omi? Nou, nu je er zo over begint, mijn mond, hè, heeft al heel lang geen kusje gegeven. Omi. Dag, Omi. Dag, Zoe. Hoi, mam. Mam? Oeh. Oh, die brandnetels hebben me lelijk geprikt. Oh, sorry, mam. Maar geen paniek. Ik ben EHBO'er. Ik maak je meteen weer beter. Oh, dat is fijn, Zoe. Kom maar mee naar binnen. Oma, mam is net geprikt door brandnetels. En, ik weet geloof ik niet zo goed wat ik daaraan moet doen. Maar ik wel, Zoe. Kijk eens, met dit bakpoeder. Als jij nou eens een beetje hiervan met water zou willen mengen. Bedankt, oma. Nu weet ik het voor de volgende keer. En kom jij maar even met mij mee, terwijl Zoe zijn papje maakt. Huh? Ah. Doe je arm maar onder de kraan. En dan, Zoe, wip jij het droog met een handdoek. Oh. Oké, oma. Voorzichtig, Zoe. Anders dan druk je de haartjes aan. En dan prikt het nog erger. Dat doe je heel erg goed, Zoe. En nu smeer je dat papje waar het prikt. Ga maar even zitten, man. Oh, dat voelt gelijk al beter. Tja, ik ben dan ook EHBO'er. Oh, ik ga gauw. Ik zou met opa opstappen. Oh, straks ben ik nog te laat. Veel plezier, oma. En nog bedankt. Graag gedaan, Zoe. Zoe, waar is Pok? Die fladdert toch altijd achter je aan? Oh, ik weet niet. Pok? Wat doet hij nou in de woonkamer? Pok? Oh, Pok. Wat is er gebeurd? Oh nee, dat is die pleister die ik had weggegooid. Dat is mijn schuld. Sorry, Pok. Je hebt hier vast heel lang vastgeplakt gezeten. Zoe, heb jij opa daarnet nog ergens gezien? Ik kan hem nergens vinden. Nee, oma. De laatste keer dat ik hem zag, was hij in de garage. Ik kijk wel even. Oh, dank je, Zoe. Opa! Opa, je vergeet iets. Je zou met oma... Oh, oeps. Nee, Zoe. Dat weet ik nog wel. Ik werd alleen wat opgehouden, zoals je ziet. Sorry, opa. Ik maak hem wel los. Hupsakee. Oh, dank je wel, Zoe. Dag, opa. Dag, oma. Oh, nee. Door mij kwamen ze bijna te laat. Nee, hoor. Ze zijn nog net op tijd. Ik was niet zo'n goede EHBO'er. Pok vastgeplakt, opa vastgebonden. Ach, wel nee. Kijk maar, mijn arm is weer in orde, schat. Wat zou ik zonder mijn bisoetje zijn?
Xavier. Dag, tot snel. Wat? Kom op. Volgens mij is hij stuk. Maar hoe kan dat nou? Hij is gloednieuw. Het is vast niks ernstigs. Open de motorkap, dan kijken we even. Ik heb geen tijd om monteurtje te spelen. Ik moet naar een belangrijke vergadering. Maar neem jij onze auto dan en dan kijk jij ondertussen die van Saviena. Oké. Weet je het zeker? Oh, ja, natuurlijk. De sleutels. Ah, dus dat is het probleem. Heb je hem gemaakt? Au! Oh, oh, nog niet, nee. Ja, je hebt hem gemaakt. Oh. Nee, nog niet, Sue. Ik denk echt dat we een monteur moeten bellen. Ik ben lang niet zo goed in auto's repareren als jouw mama denkt dat ik ben. Oom Xavier zal wel teleurgesteld zijn, denk ik. Oh, nee, hoor. Je hebt alleen een helpende hand nodig, lijkt me. Echt waar? Ja, vooruit. Even kijken. Probeer hem nu nog eens te starten. Ah, ik zie het probleem al. Kun je het oplossen? Ik denk het wel, maar je moet me even helpen. Ah, volgens mij is dat losgeraakt. Hou jij het vast, dan draai ik dit aan. Ah, mooi, probeer nu nog maar eens. Yes! Haha, goed gedaan! Zonder jou was het me niet gelukt. Wauw, wat ben je een goede monteur, zeg. Zo moeilijk was het niet, hoor, Sue. Je moet gewoon even weten hoe iets werkt. Ik wil geloof ik wel een monteur worden. Kun je het me leren? Natuurlijk, Sue. Maar dan zullen we met iets eenvoudigers moeten beginnen dan met een auto. Als jij je gereedschap haalt, dan beginnen we ermee. Leuk! Kom mee, Pok. Oma, moet er nog iets gerepareerd worden? Nu je het me toch vraagt... Het handvat van deze pan zit een beetje los. Misschien kun jij dat verhelpen. Dat is echt een eitje voor een monteur zoals ik. Dank u, meneer de monteur. Opa, oma, de pan moet gerepareerd worden. Dat is duidelijk. Er ontbreekt hier een schroefje. Kijk. Oh, maar wat doen we dan? Volgens mij heb ik alles wat we nodig hebben. Waar is... Kijk, daar gaat het mee lukken. Maar ik heb wel wat hulp nodig. Echt waar, opa? Hou jij hem goed vast? Goed, opa. Ik heb hem. En klaar. Mooi, dat zou oma echt heel fijn vinden. Nou, laten we hem dan maar gauw gaan brengen. Kijk eens even, oma. Je pannetje. Zo goed als nieuw. Oh, dank je wel, Sue. Als je eens wist hoe vaak ik het al aan opa heb gevraagd. Dat heb ik gehoord, ja. Mooi. Het zou handig zijn een monteur in huis te hebben die meteen de klusjes doet wanneer dat gevraagd wordt. Onze eigen huismonteur. Dat ben ik. Op mij kun je rekenen, oma. Ik repareer alles hier. Maar voor al die reparaties heb je wel een werkplaats nodig. Zullen we die eens gaan inrichten? Dat is te gek, opa. Hoor je dat, Pok? Mijn eigen werkplaats. Hoi, Sue. Hallo, Elsie. Wat moet je met al dat gereedschap? Ik ben een monteur. Hiermee kan ik alles repareren wat stuk is. Heb je iets dat gerepareerd moet worden? Oh ja, blijf hier, Sue. Ik ben zo terug. Nou, daar komt je eerste klant, Sue.
Ah, daar ben je, Zoe. Is dit de werkplaats van de monteur? Dat klopt, Omi. Moet ik even iets voor repareren? Oh ja, deze knop hier bovenop mijn wandelstok. Dat noem je het handvat. Hè? Het zit nogal wiebelig. Het is heel vervelend. Geen probleem. Dat ga ik voor u regelen, mevrouw. Oh, dank je, Zoe. Ik bedoel, meneer de monteur. Daar ben ik weer. Mijn lievelingspop. Eén van haar benen is eraf. Kun je er voor me maken? Geen probleem. Zo gefixt. Fijn. Bedankt, Zoe. Elsie vertelde me dat jij een monteur bent. Zou je hem een ezel kunnen maken? Er zit een pootje los. Ja hoor, dat is vast niet moeilijk. Dank je, Zoe. Tot strakjes. Oef. Zo. Jij bent razend populair, Zoe. Zoveel klanten opeens. Ja, ik heb het nu wel erg druk. Ja, heel goed. Nog een laatste draai. Ja. Deze pop is, weer poppig. Goed gedaan, Zoe. En nu Omi's wandelstok. Daar heb je je schroevendraaier voor nodig. Als je die schroef daar nu vaster aandraait, zit dat handvat weer zoals het hoort. Dat wilde ik net zeggen. En klus geklaard. Inderdaad, Zoe. Echt weer als nieuw. Ja, daar zorgen wij monteurs voor. Dat klopt. En jij doet dat echt reusachtig goed, hoor. Ik denk dat ik het zelfs nu al alleen kan, opa. Prima. Maar ik ben altijd in de buurt, mocht je misschien hulp nodig hebben. Hoeft niet, hoor. Een echte monteur heeft geen hulp nodig. Dit wordt een makkie. Kijk, Pok. Deze poot mist gewoon een schroefje. Ah! Hupsakee. Klaar! Oh, de ene poot is langer dan de ander. Zo, geregeld. Oh nee, nu is hij te kort. Heb je echt geen hulp nodig? Nee, bedankt opa. Ik kan het wel alleen. Tuurlijk! Als ik die andere poten nou wat korter maak, zijn ze allemaal even lang. Ik ben de beste monteur van de wereld. Oh nee. Oh, nu is hij veel te laag. Wat moet ik doen, Pok? Zoe, ik weet dat je een goede monteur bent, maar zelfs de beste monteurs hebben soms een beetje hulp nodig. Misschien toch. Ik bedoel, pap is heel goed. Maar zelfs die had opa's hulp nodig bij de auto van oom Xavier. Ja toch, Pok? En opa was het ook niet alleen gelukt. Niet zonder pap zijn hulp. Opa, wil je me helpen? Maar natuurlijk. Ik heb precies wat we nodig hebben. Dit heet een waterpas. Daarmee kun je zien of iets precies recht is. Dat luchtbelletje, als dat tussen de lijntjes zit, dan betekent dat dat het precies recht staat. En met een beetje hulp van mij... Ja, graag, opa. Jij let op het luchtbelletje terwijl ik de poten van de ezel verstel. Klein beetje hoger. Zo goed? Ietsjes lager. Zo dan? Ja, prima. Het belletje zit precies in het midden. Gemaakt. Geweldig. Goed gedaan, Zoe. Je bent een supermonteur. Maar ook de beste monteurs moeten leren om soms om hulp te vragen. Alsjeblieft, Elsie. Bedankt dat je mijn lievelingspop hebt gemaakt. Hier is je wandelstok, Omi. Met een niet wiebelig handvat. Oh, kijk nou toch eens aan, zeg. Die is zo goed als nieuw. Bedankt, Zoe. Mijn ezel. Hij staat weer netjes overeind. Prima gedaan, Zoe. Jij bent echt een hele goede monteur.
Ja, maar iedere goede monteur heeft wel eens een beetje hulp nodig. Bedankt, opa. Lekker weer om te tuinieren, Zoe. Ja, ik hark dit nog even aan. Opa, wat is dit? Hé, krijg nou wat. Dit is een tijdcapsule, Zoe. Je verzamelt wat verschillende dingen uit je leven en die stop je in een blik. En dan later kunnen anderen zien hoe het leven was toen ik het in de grond stopte. Ik maakte hem op de eerste dag toen ik in dit huis kwam wonen. Dan is het al heel oud. Ik moet het slot openbreken. Kom mee, Zoe. Nou toch eens, ansichtkaarten. Die verzamelde ik toen. Oh, en potloden en pennen. Dit is mijn oude schooldas. Oh, en wat hebben we hier? Dat is mijn schoolrapport. Oh, en dit hier is Sepp. Hij was mijn favoriete speelgoed. Mijn favoriete speelgoed heet ook Sepp, opa. Opa? Ik wil ook een tijdcapsule maken. Dat is een superleuk idee, Zoe. En wat ga jij erin stoppen? Weet ik niet. Hoe wist je wat er in die van jou moest? Omi heeft me geholpen. We vragen het aan haar. Oké, opa. Luister eens naar me, Zoe. Het is jouw tijdcapsule, dus je stopt er dingen in die voor jou belangrijk zijn. Zoals een foto. Goed idee, Omi. Ik vraag het aan mam. Ik wil een foto van ons allemaal. Wat leuk, Zoe. Tot straks, Omi. Mam, ik heb maar één foto nodig. Ja, maar dan wel een mooie. Oh, die heeft Xavier gemaakt met zijn nieuwe camera. Ja, die mag er wel in. Maar ik heb ook nog andere dingen nodig. Je kunt er ook een plukje haar in doen, lieverd. Eeuw. Of wat dacht je van een boek of speelgoed? Ja, dat is een goed idee, pap. Kom mee, Pok. Help jij me iets uitzoeken? Ik zou ook mijn Sepp erin kunnen stoppen. Wat denk jij, Pok? Oké, Pok. Eén veertje van jou mag wel mee in de tijdcapsule. Mijn schoolrapport kan erin. 10, 10 plus, 10 plus, 10. En mijn dinosaurus kan mee. En deze buttons uit mijn verzameling. Wat nog meer, Pok? Ik ga maar eens naar de tuin. Even nadenken. Zo! Zo! Oh, sorry, Elsie. Ik zat net te bedenken wat ik in mijn tijdcapsule kan stoppen. Je tijdcapsule? Wat is dat? Dat is wanneer je spullen van nu uit je leven pakt. En die in een blik doet. Zodat mensen in de toekomst kunnen zien hoe het leven nu is. Oh, wat een leuk idee. Misschien kun je er een foto van je familie in doen. Die zit er al in. Of speelgoed. Dinosaurus zit er al in. En Sepp. Maar Sepp is je lievelings. Weet ik. Maar het is mijn tijdcapsule. Misschien je hoefafdruk. Oh ja, dat is een leuk idee. Bedankt, Elsie. Opa kan me wel helpen. Ik zie je straks. Tot straks, Zoe. We gebruiken deze verf voor de afdrukken, Zoe. Die was je er zo weer af. Dat kriebelt.
Oké, Zoe. Druk nu je hoefjes op het papier. Pok, nu is het jouw beurt. Hij is echt mooi, opa. En dit hier is perfect voor je tijdcapsule, jongen. En er zit ook een slot op. Bedankt, opa. Ik weet niet zeker of ik Zep erin stop. Hij is mijn favoriete speelgoed. Maar jij deed ook je favoriete speelgoed in de tijdcapsule, opa. Dat klopt, Sue. Maar dat betekent nog niet dat jij het ook moet doen. Nee, het is goed. Zep kan erin. Ja, weet je het zeker? Dan kunnen we straks samen de tijdcapsule in de tuin begraven. Goed idee, opa. Ik vertel het aan mam en pap. Mam, pap. Opa en ik gaan straks mijn tijdcapsule in de tuin begraven. Wat een leuk idee, Bizoe. Ik ga opa helpen om het gat te graven. Ik zie jullie in de tuin. We komen er zo aan, Zoe. Als jij Elsie gaat halen, Zoe, dan begin ik alvast met graven. Elsie komt zeker kijken. Oké, opa. Elsie, we gaan hem nu begraven. Kom je ook? Tuurlijk, Zoe. Ik kom al. Dit is een mooie plek, Zoe. Ik graaf nog iets dieper. Oké, opa. Dan kijk ik voor de laatste keer in mijn kistje. Dag, Zep. Dag, dinosaurus. Maar je hoeft je speelgoed er toch niet in te doen, Zoe? Nee, maar ik wil het zelf. Het is alleen... Ben je zover, Zoe? Of hebben we misschien al iets gemist? Nee, pap. We zijn bijna klaar. Ik laat Zep erin en haal dinosaurus eruit. Dat lijkt me een heel goed idee, Zoe. Wacht even. Of misschien toch, Zep eruit en Dio erin. Ja, dat is het. Ik ben zover, opa. Bijna klaar, Zoe. Bedankt dat jullie er allemaal zijn. Ik... Wat is er aan de hand? Ik wil Dino en Zep houden, maar ik wil ze ook in mijn tijdcapsule stoppen. Oh, dat lijkt me een beetje lastig, lieverd. Wacht, ik heb een idee, Zoe. Hou je Dino eens vast. Blijven staan. En nu eentje met Zep. Perfect. Wat een goed idee! Nu kunnen deze foto's in de tijdcapsule en kun je Zep en Dino toch zelf houden. Wat heb je toch een slimme vader, Bizoe? Ja. Ik ben er klaar voor. Oké, Zoe. Bedacht. Ik doe mijn speelgoed in de tijdcapsule en hou de foto's. Weet je dat zeker, Zoe? Ja. Ik wil dat degene die het vindt met mijn speelgoed kan spelen. Dat is goed, Zoe. Als jij dat wilt. Ja, mam. Bedankt dat jullie er zijn bij het begraven van mijn tijdcapsule. Kijk, zo onthoud ik waar die ligt. Ja, en voor het geval je je weer bedenkt en hem weer op wilt graven, heb ik in deze zak van mijn tuinbroek de sleutel. Of misschien in deze zak.
Of in deze? Of... Ik maak maar een grapje. Hier is hij. Opa! Oma vindt het niet leuk als je je eten koud laat worden. Je kunt straks weer verder spelen. Oké. Tot straks, Elsie. Doeg! Ik heb mijn eten op. Mag ik nu weer met Elsie gaan spelen? Ik ben bang dat het te laat wordt, Lizu. Het is nu tijd om naar bed te gaan. Maar net zei je... dat ik na het eten verstoppertje mocht spelen met Elsie. Oh ja? Ja, in de tuin. Oh, je hebt gelijk. Nou, vooruit dan maar. Je mag nog één spelletje. Maar dan is het bedtijd. Bedankt, mam. Ik denk dat ik ook nog even naar buiten ga om Soes een fiets na te kijken. En ik moet de rozenstruik nog snoeien. Zullen wij dan buiten een kopje thee drinken? Oh, dat zou heerlijk zijn. Zodra ik hier klaar ben, zal ik ook naar buiten komen. 9, 9,5, 9¾, 10. Wie niet weg is, is gezien. En nu Elsie. Oh. Zoe, bedtijd. Oh, nee. Kom op. Normaal lig je om deze tijd al lang in bed, Bizu. Oh, nee. Maar ik ben nog niet moe. Ook niet een beetje. Kijk. Wow, wow. Maar mam, Elsie hoeft toch ook nog niet naar bed? Elsie, bedtijd! Ja, mam! Welterusten, Zoe. Welterusten, Elsie. Roep je me als je iedereen welterusten hebt gezegd? Dan stop ik je nog even in. En niet treuzelen, hè, lieverd? Ja, mam. Welterusten, oma. Welterusten, lieverd. Oh nee, je jurk zit onder de thee. Wat? Oh, ach, die paar druppeltjes. Wacht maar. Ziezo, gelukkig was ik in de buurt. Ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten, Zoe. Maar had jij niet al lang in bed moeten liggen? Oh, ja. Wat rust, Omi. Oeh, mijn rug. Arme Omi. Je zit ook helemaal niet lekker. Je hebt echt een kussen nodig. Wacht maar, ik pak hem wel. Dat is lief van jou, Zoe, maar ik zit goed. Beter? Of misschien een beetje hoger? Of nee, iets lager. Zo is het perfect, Sue. Bedankt, hoor. Jij verdient een extra speciale Omi-kus, omdat je zo'n lieve kleine zebra bent. Thank you.
Zoe, speel je nog steeds verstoppertje? Maar ik speel niet. Ik help oma en omi. Zoiets, ja. Maar nu ga ik direct naar bed. Als ik wel trust heb gezegd tegen pap en opa. Oh. Pap, pap. Oeh, auw. Wat is er? Oh, niks aan de hand, hoor. Ik heb me alleen bezeerd aan een van die dorens. Nee, je hebt pijn. Ja, inderdaad, Sue. Bel een dokter. Een ambulance. Dit is een noodgeval. Blijf hier. Ik zorg wel voor je. Maar Sue, wacht. Het is niks ernstigs. Denk je dat dit genoeg verband is? Ja, zo is het goed. Zo, ik zie dat pap ook jouw hulp nodig had. Oh ja, hij heeft zich bezeerd aan een doorn en... En Zoe verleende eerste hulp. Zoe! De remmen en banden zijn aangekeken, de ketting geolied, het achterlicht vervangen. Hij is weer als nieuw. Wow! Oh, bedankt, opa. Ziet er goed uit. Maar ik ga hem nog even testen. Voor de zekerheid. Ik geloof niet dat dat nodig is, Sue. Die lichten kun je wel een andere keer testen, Bizou. Geef je fiets maar weer terug aan opa. Oh. Welterusten, opa. Welterusten, Sue. Mam heeft gelijk. Die lichten komen wel. Wel goed naar je moeder luisteren, hoor. Maar wacht eens even. Vind je niet dat omdat morgen feestdag is, Sue vandaag nog heel even op mag blijven? Want als het morgen een feestdag is, dan hoef ik ook niet vroeg op te staan. Nee, en je hoeft morgen ook niet naar school. Oh, morgen is inderdaad een feestdag. Dat was ik helemaal vergeten. Ga maar spelen, Sue, maar dan totdat het donker wordt. Hoera! Ja! Bedankt, mam. Kom mee, Pok. We gaan Elsie halen. Elsie! Elsie! Raad eens! Sue, mijn moeder kijkt net op de kalender en... Morgen hebben we vrij! We mogen opblijven en heel erg lang verstoppertje spelen! Moet je ze zien? Kijk nou. Maar ik ben niet moe. Helemaal niet moe.
Hallo, meneer Zoe. Goedemorgen, Zoe. Wat kan ik voor je doen? Heeft u nog wat vogelzaad voor Pok? Ik heb precies wat je zoekt. Lekker vers en knapperig vogelzaad. Kom maar, Pok. Ik wist helemaal niet dat Pok van winkelen hield. Hallo, Zack. Hallo. Wat is er aan de hand? Ik ben Zeeboy mijn knuffel kwijt. Oeh. We gingen samen met pap boodschappen bezorgen en nu ben ik hem kwijt. Waar zag je hem voor het laatst? Ben ik vergeten. We hebben hier overal gezocht en nu is papa aan het werk, dus we kunnen niet verder zoeken. Misschien kunnen opa en ik je helpen zoeken. Goed idee hoor, Zoe. Dat doen we. Dat is lekker vogelzaad, hè, Pok? Maar niet alles opeten voor je thuis bent, hoor. Zoe, ben jij wel eens je knuffel kwijtgeraakt? Ja. Oh, Zack heeft het jullie al verteld. Ja, en wij zullen Zack gaan helpen met zoeken. Oh, bedankt, dat is aardig. Ik denk dat we hem bij school zijn verloren. Of misschien in het park. Daar hebben we namelijk eventjes gezeten. We gaan overal zoeken. En maak je geen zorgen, ik ben erg goed in zoeken. Ik vind altijd Omi's bril als ze hem weer kwijt is. Kop op, Zack. Ik weet zeker dat je met de hulp van Zoe zo weer hebt gevonden. Ja, pap. We vinden Zeeboy vast wel. Dat hoop ik. Oké, hoe ziet Zeeboy eruit? Het is een zebra met een vriendelijk gezicht en een rood t-shirt. Een rood t-shirt? Dat is makkelijk zoeken. Kom, laten we dan maar gaan. Op zoek naar Zeeboy. Hoera! Oké, kinderen, we kijken eerst bij de school en daarna in het park. Oh, ik ben Zinnia en dit is Sylvia. Zij is een ballerina. En hoe heet jij? Zinnia, liefje. Huh? We moeten weer gaan. Mami heeft nog heel veel te doen. Kijk, Sylvia. Hij kan bijna net zo mooi ballet dansen als jij. Zinnia, ik wacht op je. Ik kom al, Mami. En jij gaat met ons mee. Jij en Sylvia worden vast hele goede vrienden. Mevrouw Solly. Oh, hallo, Zoe. Zack? Oh, mevrouw Solly, heeft u hem gezien? Wie heb ik gezien? Zack is Zeeboy verloren. Hij heeft een rood t-shirt en is gestreept en... Het is Zack's lievelingsknuffel. Oh, aha. En heeft u hem gezien? Ach, nee. Het spijt me, Zack. Oh. Toch bedankt, mevrouw Solly. Kom mee, Zack. Gezien. Nou, misschien moeten we hun geheugen een beetje opfrissen. Hoe dan? We maken een poster voor Zeeboy. En dan gaan we die kopiëren en hangen we hem overal op. Dan is er vast iemand die hem herkent. Oh, goed idee, Zoe. En ik weet wel iemand die ons daarbij kan helpen. We gaan naar de moeder van Elsie. Ja. Oh, hallo. Wat een leuke verrassing. Elsie! Hallo, Zoe. Zack, komen jullie spelen? Nee, we komen voor je moeder. Voor mij? Ja, want Zack is zijn lievelingsknuffel kwijt. Oh, nee. En we vroegen ons af of je een poster kunt maken die we kunnen kopiëren en ophangen. Natuurlijk kan ik dat. Kom maar binnen. Oké. Vertel eens, hoe ziet je knuffel eruit, Zack?
Het is een zebra met een vriendelijk gezicht en een rood t-shirt aan. Hallo. Tante Zelda, mogen we deze poster in de winkel ophangen? Mijn vriend Zack is iets kwijt. Oh, natuurlijk, Zoe. Maar pas wel goed op dat je niets kapot maakt. Hartelijk bedankt. Oh, is alles goed, liefje? Ik heb het warm. Ik heb wat frisse lucht nodig. Ja, Pok. Ze zit wel een beetje vreemd. Wacht, ik ga naar haar toe. Zinnia! Hey, Zinnia. Weet je zeker dat je Zeeboy niet hebt gezien? Kijk nog eens goed. Misschien heb je hem gezien en ben je het vergeten. Nee. Ik heb hem niet in het park gezien. En als ik... In het park? Ik bedoelde... Misschien was hij in het park of ergens anders. Ja... Misschien heb ik iets gezien dat er een beetje op leek. Hoe zei je ook alweer dat hij heette? Zeeboy. Hij heeft een rood t-shirt aan. Kijk. Rood? Ja, misschien... Zinnia, het is Zack's knuffel. Sinds hij hem kwijt is, is hij erg verdrietig. Zack's knuffel? Hij is van mij. Ik vond hem. Dus je hebt hem wel gezien? Ja. Ja, hij was alleen in het park en ik kon hem toch niet alleen laten. Ik wist niet dat hij van iemand was. Dat kon jij toch ook niet weten? Hij kan echt heel goed dansen. Voordat hij kwam, verveelde Sylvia zich en had ze niemand om mee te dansen. Maar Zack mist zijn knuffel. Hij is verdrietig. Zinnia, wat als het om Sylvia ging? Stel je eens voor. Mijn Sylvia? Je hebt gelijk, Sue. Ik had moeten uitzoeken van wie Zeeboy was. Maar hoe moet ik het nu aan Zack vertellen? Vertel hem de waarheid. Hij begrijpt het heus wel. Je hebt gelijk. En trouwens, ik heb niets fout gedaan. Ik heb hem gevonden. Ik ga wel naar Zack toe en vertel hem alles. Zack? Ik heb een hele grote verrassing voor je. Ben je hier soms naar op zoek? Zeeboy! Gelukkig! Mijn Zeeboy! Behalve... Van mij gehad! Ja, hij moest natuurlijk wel iets leuks aan om met Sylvia te dansen. Het spijt me, Zack. Ik vond Zeeboy in het park en ik wist niet dat hij van jou was. Anders had ik het wel gezegd. Het park? Dus daar ben ik jou verloren. Ja, ik vond Zeeboy in een struik. Ik wilde voor hem zorgen, want hij was helemaal alleen. Oh, bedankt, Zinnia. Je hebt zijn leven gered. En jij ook heel erg bedankt, Sylvia. Hey, misschien kan Zeeboy nog een keer komen spelen bij Sylvia. Zeeboy kan heel goed dansen en Sylvia zegt dat ze graag nog eens met hem oefent. Oké dan, Zinnia. Ja! En Zoe verdient ook een bedankje. Als jij niet op het idee was gekomen van die poster... We hebben allemaal geholpen, opa.
Wil jij ook een keer komen dansen, Sue? Nee, bedankt. Sylvia en Zeeboy kunnen dat vast prima zelf regelen. Ja, Zeeboy is de beste.